Gekregen, want jullie mogen straks ook zelf meestemmen. We hebben vier mensen die de stellingen inleiden en eindelijk is het ook even leuk om te zien hoe jullie er tegen aankijken. We gaan over naar de tweede stelling. Yes, ja, buitenspel afschaffen. Dit is geen wedstrijd conform de normale voetbalregels. Dus ja, het wordt eigenlijk gewoon plein voetbal, maar dan op een groot groen grasveld. En dan moet je dan moet je wel veel meer lopen. Ja, en voor een luie spits als ik zou ik dit natuurlijk wel een hele ideale regel vinden. Welke regel zou jij erin ingooien? En zullen we die buitenspel eruit halen? En welke erin? Dat Ali B nooit meer een hele wedstrijd moet spelen. Wie weet krijgen we die door die serie. Maar eerlijk, wie vond jij nou beter? Jij was beter. Toch? Nee. Zeker. Het spijt me aan. In de zaal ben jij beter, dat geef ik wel. Dankjewel. Okay. Yes. Dat was het voor Week in Nederland. Rode kaart, als je zegt, niks ervan. Hè? Niet van niks, geen kaart. Het zou helpen. Ik heb bij Feyenoord namelijk in een ploeg gespeeld waarin we 70 gele kaarten pakten en iets van 10 of 15 rode kaarten. Dus het was wel heel erg handig geweest dit van jongens, dat hier is de grens. Als je zegt groene kaart, hartstikke goed dat jullie dat doen. Rood bal, als je zegt flauwe krul, werkt niet. Geen. Nee, cool aan. Nee, ik ga studeren.
Chili. Chili is de laatste in Pool D. En dames en heren, dat maakt in ieder geval de loting compleet voor alle drie de rondes. De winnaars worden dit jaar uitgenodigd door Blue Boat. En dan gaan we door de grachten van Amsterdam varen en vieren met jullie het feestje. Ik zou zeggen, drink nog een borrel op ons en wij zien elkaar tijdens de 8 juni. Dankjewel. Ik hoorde dat ze bij het spel willen afschaffen. Dan moet er gewoon in blijven. En voor de rest vind ik het allemaal oké. Discussie van een spelregel erin en een spelregel eruit. Welke zouden jullie eruit willen halen en welke erin willen hebben? Ze weten niet. Het is moeilijk man, om te zeggen. Wat vinden jullie van de groene kaart? Begrijpen jullie die regel? Goeie waarschuwing. Maar vind je niet dat misschien geel meteen eruit gestuurd moet worden, dat het beter is? Nee, nee. Dan gaan jullie je wel beter gedragen. Hij mag ook gelijk geel geven. Als hij wil mag hij ook gelijk geel geven. Dus groen is gewoon een extra waarschuwing. Toch? Dus ik vind hem goed. En welke vind je niet goed? Rood. Rood. Dat doen wij niet aan. Okay. Nou meiden, dankjewel voor jullie tijd. Heel veel succes, hè? Ja, ja. Oké. Okay. Oké okay, jongens, kom maar. Lange ballen, moet je weten dat het verder, dat zag je ook, dat deed je vaak keer en dan raken zij het niet, omdat het natuurlijk 5 minuten zijn. Steffel gaat even diep staan.
solamente vamos a las raíces, al root de la música. Yo pienso que la cumbia, como cualquier otro género, pertenece al barrio y pertenece a los negros, ¿verdad? Y mezclamos ritmos. Tengo el control cuando quiero apretar play y cuando quiero apretar stop. Zou moeten als regel is dat als je een gele kaart krijgt, dat het niet wordt opgeschreven en dat als je dan twee gele kaarten over een half jaar hebt, dat je een keer geschorst wordt, maar dat je bij een gele kaart 5 minuten even aan de kant moet, want dan heb je meteen even een momentje van hey joh, je deed het niet goed, ga maar even afkoelen, en heeft het team er ook gewoon meteen last van en dan zal het team ook sneller corrigeren. Dat zie je bij hockey, dat zie je bij rugby, zouden we bij voetbal ook moeten doen. Peace!
Nee, dat was niks anders dan de was, dat denk ik niet. Maar ik had gehoopt dat ik het aan Suriname mocht uitreiken. Dat ga ik eerlijk zeggen. Luister, maar eigenlijk zat ik te denken, man, aan wie ik het uitreik vandaag, we hebben allemaal gewonnen. Want het was een toernooi met alleen maar buitenlanders, toch? Een toernooi met alleen maar buitenlanders. En vaak wordt gezegd, we kunnen dit niet en dan eindigt het in ruzie en zo. Er is helemaal niks raars gebeurd. We hebben het prima gedaan. De scheidsrechters waren veilig. Ik heb gekeken naar de laatste wedstrijd. Hij durfde gewoon niet naar. Ja, niet twijfelen dat hij gaat boos worden. Nee, gewoon. Dus iedereen heeft zich goed gedragen. Het is een goed. Heel Nederland zou een voorbeeld mogen nemen aan ons. En daar wil ik jullie allemaal alvast mee feliciteren. Dat is wat ik wil zeggen. Zelfs Marokko heeft zich gedragen, toch? Oké. Dames, we hebben een dames. En dat is? Echt waar? Tweede plaats, welkom dames, Suriname! Ik ga toch vandaag een paar Surinaamse vrouwen zoenen, toch? Eén voor één, allemaal. Ik heb een prachtige finale gezien. Die zijn niet waren het Duitsers. 2-0 en plotseling 2-1. Cabo werd een beetje lastig. Jullie deden stoer. Ja, jullie deden stoer. Ja. Ik zag de paniek wel hoor. Maar ik mag ze aankondigen. Tweede plaats, welkom heren. China! En met veel plezier wil ik jullie prijs uitreiken. En dat is de echte winnaars van de WK. Een rondvaart door de Amsterdamse grachten. Mag ik de aanvoerder van het team van Café de Heren? En ik zeg, we zijn gewoon de beste, man. Wij zijn de beste, man. Rotterdam! Kampioenen zijn er weer. Wie heeft het gewonnen? Amsterdam, die heeft het mogelijk gemaakt met de Blue Boat Company. Dus een groot applausje voor Jack en de Blue Boat Company. Hebben jullie foto's al?
Mon gars, j'ai besoin de plaisir, mon gars. Ja, leuk, en niet? Ja. Keihard boven, ja. Nee, wacht. Volgend jaar zijn we hier weer, dan pakken we hem weer. De dames. Go! WK Amsterdam, bedankt. Bedankt.